Hi, ik ben Marijke van Alles is Cultuur en vandaag ben ik in Haarlem voor een bezoekje aan het Frans Hals Museum. En die heeft tegenwoordig twee locaties, het Hof en de Hal. En ik ga eerst nu naar het Hof om een rendezvous met Frans Hals mee te maken. Dit is mijn favoriete combinatie. Een bijna volledig zwart werk van Ad Reinhardt. En dat gecombineerd met twee hele donkere zwarte groepsportretten. Die achter me ziet. En het werk van Ad Reinhardt is. Het lijkt een beetje een mat zwart schilderij. Maar erin heeft hij dus verschillende kleuren vermengd. Dus je ziet soms een beetje een zweem van rood, een zweem van wit en een beetje blauw-geelig. En daardoor is het een veel dieper werk dan alleen maar gewoon plat zwart. Maar daardoor ga je ook anders kijken naar dit soort werken. Want dan ga je letten op de verschillende nuances van zwart die je in die werken ziet. Schijnbaar is er ook een brief van Gogh te zien, waarin hij het over Frans Hals heeft. En daarin zegt hij dat hij denkt dat Frans Hals wel 27 verschillende kleuren zwart heeft. Nou, dat past natuurlijk perfect bij het werk van Ad Reinhardt. Oké, ik heb het dus bedacht, want dit is mijn favoriete zaal. Want hier zie je een combinatie van het werk van Frans Hals en Kerry James Marshall. En Kerry James Marshall is een kunstenaar die zich irriteert of zich verwonderde over het feit dat er zo weinig donkere vrouwen in de kunstgeschiedenis, vooral de westerse kunstgeschiedenis, te zien is. En daarom vind ik het eigenlijk heel mooi dat hij in deze zaal dus een donkere vrouw heeft gehangen. Want daardoor word je en erop gewezen dat je heel vaak in die klassieke opstellingen nooit donkere mensen ziet. Maar ook plaatst hij dus nu juist wel iemand in een klassieke setting. Waardoor je misschien toch weer waardering gaat krijgen voor ook de schoonheid daarvan. En bewust wordt van je vertekende kunstgeschiedenisbeeld eigenlijk. Voor mij is nu de hallocatie waar we nu naar hedendaagse werken gaan kijken. Die wel nog verwijzen naar werken van Frans Hals, maar waarvan de werken van Frans Hals zelf hier niet te zien zullen zijn. Omdat, ik weet eigenlijk niet of dat is, omdat ze dan niet het klimaat op de gewenste niveau willen kunnen krijgen als ze het wel kunnen in het Frans Hals. Of dat het is omdat ze gewoon niet de verhuizing aankunnen qua kwetsbaarheid van de werken zelf. Hoe dan ook, dus nu hedendaagse werken ook in een ontmoeting met Frans Hals. Dit werk vind ik dus ook heel erg leuk. Dit is van Pavel van Houten. En hij heeft van een stuk van Frans Hals allemaal de barstjes in het schilderij, de kakelee zoals dat heet, heeft hij in kaart gebracht en daar tekeningen van gemaakt. En helemaal een soort van
een soort atlasafbeelding van gemaakt. Maar ondertussen is het werk gerestaureerd. En de craquelé is dus nu niet meer te zien. Behalve dan in het werk van Pavel van Houten. Dus dat vind ik eigenlijk een heel tof combinatie van een soort documentair naslagwerk van verschillende fases van het schilderij van Frans Hals. Maar ondertussen ook dus een autonoom kunstwerk op zichzelf.